Dag dames en heren, welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Frits. En hoe kan ik het seizoen beter aftrappen dan met mijn naamgenoot, een man die al 35 jaar ruim op televisie is en bekend is met het maken van televisie. Frits Barend, welkom. Dankjewel Frits. Mag ik Frits zeggen? Ja, jij mag Frits zeggen. En dan zeg ik tegen jou ook Frits. En daarover gesproken... Waar komt jouw naam eigenlijk vandaan? Waarom heet jij Frits? Nou, dat heeft eigenlijk een negatieve connotatie. Mijn ouders hebben de oorlog overleefd, Joden. Ik had eigenlijk Abraham of Mozes moeten heten. Dat is dan de traditie echt van de Joos? Grootouders. Ja. Ja. Mijn broer heette Abraham Philip. En in de oorlog werd hij Bertje Barend, de onderduik, bij de onderduikouders. Of Bertje de Vries werd hij, Bertje de Vries. Stond op het trouwboekje van zijn onderduikouders Jelle en Jeltje de Vries bijgeschreven. En na de oorlog werd hij Bert Barend. En mijn ouders hebben mij bewust een niet-Joodse naam gegeven. Zelfs een naam die Duits kon lijken als het weer zover zou zijn. Als Frits. Dan kon ik Frits met een Z Barend zijn. Mijn moeder heeft me later wel schaamd dat erg vond. Ik zei nee, ik begrijp het heel goed. Ja. En mijn tweede naam Jelle, en die draag ik ook met veel trots. Want dat is de onderduikvader van mijn broer. Ja, echt een Friese naam. Echt een Friese naam, ja. Echt een Friese naam. Daarmee zeg je, geef je eigenlijk al een voorzet. Je hebt namelijk een boek geschreven samen met jouw vrouw. Mevrouw heeft het met mij geschreven. gaat het? Ja, ik weet niet hoe het thuis gaat. Matses en Mie. Ja. Dat is sowieso een mooie titel. Ja, dat heeft de uitgever bedacht. Matses is natuurlijk... Joods, en Mie is het Indische. Ja. Het zijn namelijk twee oorlogsverhalen die bij elkaar komen. En dat maakt het boek volgens mij ook uniek. Marijke, haar ouders komen uit, hebben het Jappenkamp overleefd. Ja. En daarna de Bersias. Dat is de familie van Haaften. Familie van Haaften, ja, met AE. Ja. Familie van Haaften heeft het Jappenkamp overleefd. En daarna de Bersias, dat is de onafhankelijkheidsstrijd. En is daar toch behoorlijk gemankeerd uit teruggekomen. We hebben daar toch nare dingen meegemaakt. Maar hebben altijd gezegd, het was geen vernietigingskamp. Nou, ik kom uit een Joods milieu. Ja. Mijn ouders hebben het dan overleefd, maar verder zijn alle familieleden van Barend zijn bijna allemaal vermoord. Barbara is een keer naar Auschwitz geweest en heeft daar toen het Kaddisch gezegd, dat is het gebed voor de doden. En toen bleek dat er op één dag 44 familieleden van mij zijn vermoord, Barenden. Marijke is... Toen mijn tante overleed, mijn tante Meri, de zus van mijn moeder, heeft zij een hele doos achtergelaten met materiaal uit de oorlog. En toen heeft ze tegen Marijke gezegd, Marijke is wetenschapper, is gepromoveerd, historische letterkunde, is ook docent geweest. En toen heeft ze gezegd, Marijke, dit is, misschien kun jij er ooit wat mee doen. Ze heeft bewust niet aan mij gegeven. En een jaar, vijf, zes geleden is Marijke, is vroeg met pensioen gegaan, heeft ze besloten die doses te openen. Open het maar. En toen kwamen er zoveel interessant materiaal uit. Vervalste persoonsbewijzen, brieven van mensen uit de kampen, brieven uit zelfs een kaart uit Sobibor en een brief uit Sobibor die materieel gezien volslagen uniek zijn. Want volgens Jules Schelf is de grote Sobibor-deskundige, zijn er alleen briefkaarten uit Sobibor overgebleven. En we hebben een brief uit Sobibor, allemaal natuurlijk precies geregisseerd, maar op zich is het natuurlijk uniek als je dat ziet. En ook brieven uit Auschwitz van onze tijd is gekomen. En het bleek achter, dat heb ik ook nooit zo precies geweten, mijn grootouders van moederskant hadden een Ariënverklaring. Marijke beschrijft precies in het boek hoe dat gegaan is. Dat hebben ze achteraf ontzettend ondergeleden. Een Ariënverklaring betekent dat je een niet-Joodverklaring had en dat je geen ster ook niet opgepakt geen ster hoefde te dragen. Mijn grootvader moest wel die ster dragen, mijn grootmoeder niet. En de kinderen, dus de broer en zus van mijn moeder ook niet. Mijn moeder is Joods getrouwd, nog in de oorlog, in 1941 nog een goppa, een Joodse bruiloft. Ja. In Eikenlinden met een feest. En alle teksten die daar opgedragen zijn, heeft Marijke teruggevonden. Dat is een revue. En in die revue lees je ook al dat er sombere tijden wachten. Ja. Maar, wij spreken een jaar later, is de helft van die revue al vermoord van de aanwezigen op dat feest. Goed, Marijke is erin gedoken. Heeft ontzettend veel materiaal gevonden over mijn familie. Mensen die de kampen overleefd hebben, mensen die de kampen niet, vooral de kampen niet overleefd hebben. Brieven. En nou ja, heeft daar dus dat boek van gemaakt. En haar eigen familie dus, die Jappenkamp overleefd heeft. Wat daar gebeurd is in het Jappenkamp, in de Bersiap, in de terugtocht naar Nederland. En ook wat ook veel Joden meemaakten. Ik heb laatst op de Apollolaan voor Lottie Hoffener-Pfeffer... ik zeg de naam, ja goed. Die heeft een bankje gekregen, want zij heeft Auschwitz overleefd.
Lottie Huffenerfeffer. Okay. Ze heeft een bankje gekregen op de Apollolaan. Ik heb daar een bijdrage aan mogen leveren. Want ze kwam terug in Nederland in augustus pas via Zweden. En ja, het huis van haar ouders, daar woonden andere mensen. Ja. Ja. En we hadden echt niet op jou gerekend dat je terug zou komen. Vervelend uit dat je terugkomt. En toen heeft ze de eerste nacht geslapen op een bankje op de Apollolaan in augustus. En heeft nu officieel een bank gekregen van de gemeente Amsterdam met haar naam erop. Maar dat tekent een beetje de sfeer die zowel voor de mensen die uit Indië terugkwamen als uit Nederland terugkwamen. En wat is het doel van het boek geweest? Ja, precies, want je hebt dat boek natuurlijk geschreven. Er zijn nu al heel wat boeken geschreven over dit onderwerp. Ja. Waarom dit boek? Nou ja, wij wilden eigenlijk een beetje laten zien wat is er in onze kinderen meegegeven, bewust en onbewust, en misschien ook wel eens te veel, van die twee oorlogen, de oorlog in Indië en de oorlog in Europa, met de Jodenvervolging, met de Jappenkampen, hebben onze kinderen daar veel mee belast. En ja, het is een familiekroniek. En ja, ik ben er zelf heel erg trots op. Ja. En ik ben vooral trots op Marijke, hoe ze het geschreven heeft. Ja. Uitgereikt overigens door de burgemeester. Ja, ben ik ook dus heel trots. Dus dat is ook iets Ebert van der Laan. Ja. Wij hoorden dat hij... Hij had toegezegd dat hij zou komen om het boek te overhandigen in het Verzetsmuseum. Want Boom, de uitgever, had dat prachtig geregeld. En wij hadden Van der Laan daarvoor benaderd. En hij zegt, dat doe ik. En toen werd hij dus... bleek ziek. Dat hij longkanker had, ziek was... heeft Marijke met zijn persoonlijke assistent veel contact gehad. Die zei, ik begrijp dat hij niet kan komen. Toen kregen wij meteen 3, 4 dagen later een mail terug. Meneer Van der Laan doet alleen nog wat hij wel zelf per se wil. Ja. En daar hoort ook de uitreiking van dit boek bij. En hij heeft het boek dus fantastisch uitreiking. En dat vond ik ook zo mooi. Die Matses en Mie. Je geeft nog meer uit, want je bent niet alleen met je vrouw een duo. Nee. Je bent natuurlijk ook met je dochter Barbara een duo. Ja. En dan de meeste mensen zullen weten waar ik het dan over heb. Ja, over Helden. Het blad Helden, maar het is niet alleen een blad. Nee, wat het knappe van Barbara heeft 3, 4 jaar geleden de aandelen van Sanoma teruggekeerd. Ze kwam toen een keer bij ons en zei, ik wil ontslag nemen. Mijn werk bij Fox, al mijn televisiewerk. Ik wil ondernemer worden. Maar willen u daarbij bij steunen? Want dan heb ik in het begin misschien toch even steun over. Want ik wil de aandelen van Sanoma terugkopen. Dat betekent dat ik al mijn spaargeld erin moet stoppen. Ja. Ze heeft toen, wat Sanoma was voor de helft mede-aandeelhouder van Helden. Wat zegt, ik geloof niet meer alleen in print. Ik denk dat de toekomst is in social, content, televisie. En dat moet je combineren. Ja. En dat heeft zij dus perfect gezien. Ik ben nog ouderwets. Ik wil nog papier in mijn handen hebben. Ja. Ik vind het ook lekker om 's ochtends een krant uit de bus te halen. En loopt het goed? Zo bij dat blad afkloppen, als het social? Ja. Afkloppen. We hebben vorig jaar zelfs, en dat is vrij uniek geloof ik in het eerste of tweede jaar. Dat had 5 jaar winst gedraaid. En we zijn heel actief op social. We leveren content. We zijn partner van de NOC-NSF. We zijn partner van ABN AMRO. We zijn partner van Egon bij het roeien. Partner van de toekomst bij Ajax. Weet je misschien die vlog van Nouri. Je weet Nouri, de voetballer. Die vlog toen hij debuteerde in de arena... Ja. In die bekerwedstrijd. En scoorde. En die vlog hebben wij dus, zijn broer, maar die hebben wij dus gemaakt en geregisseerd. En dat is ook een idee van Barwa geweest. Ja. En onze redactie. Ik moet zeggen, er werken nu 20 man bij Helden. En ik ben er heel trots op. En Helden, het blad, is maar een heel klein onderdeel van het bedrijf Helden. Ik denk dan, een van de redenen van het succes geloof wel zijn, we hebben misschien wel een beetje behoefte aan Helden. Nou, dat heeft Barwa ook. De naam is ook door haar bedacht. Of vriendinnen van haar kwamen daarmee. 7 jaar geleden. Dat klopt ook. Ja. En ik ben natuurlijk altijd een journalist geweest met uitzoeken en harde journalistiek. Maar dit is ook leuk om inderdaad helden te hebben. En Max Verstappen nu op de cover is een geweldig. Held. Ja, is Messi is een held. En we hebben nu de bodyshoot met allemaal helden die in prachtige badkleding staan gefotografeerd. Maar we hebben behoefte aan helden, dat geloof ik zeker. Ja, helden. Mooi. Afgelopen week schreef je in het Parool een vlijmscherpe reactie. Naar aanleiding van een artikel van hoogleraar Roos Vonk. Ja. Die had weer iets geschreven in NRC. Want die had namelijk dierenleed vergeleken met de Holocaust. Ja. Je was echt scherp. Ja. Het was ook mooi geschreven, kan ik niet anders zeggen. Maar wat was precies jouw probleem met het artikel? Die mevrouw? Het was in NRC, ja. En daarin schreef ze heel geraffineerd dat je eigenlijk dierenleed met de Holocaust kunt vergelijken. En Joden en slaven met dieren. Ja. En ik vind, er zal ongetwijfeld heel veel mis zijn in de varkenshandel, in de pluimveehandel. Ook heel veel goed.
Want ik kom zelf van een... Mijn ouders waren ondergelopen bij een boerenfamilie. Ik kom nog veel in boerenbedrijven waar het heel goed ziet. Maar elke vergelijking met de Holocaust slaat alles dood. Ik vind het een schandelijke vergelijking. Misbruik de Holocaust niet voor je eigen gelijk. Nee. En ze heeft het al eerder gedaan. En dat geldt eigenlijk voor alles. Alles. Ik vind je mag de Holocaust, deze uitroeiing van Joden, dat was het plan, nooit misbruiken voor je eigen gelijk. Wat je ook vindt, houd de Holocaust erbuiten. Ja. En ik vond dat ze het op een zo geraffineerde manier gedaan had. Geen stijl achter, terwijl dat soort mensen bloedhekel aan geen stijl hebben. Ik wil dat zeggen, dat meestal maar wel de methode ageren geen, ze daartegen. Maar wel de methode geen stijl gebruiken. Ja. Dus ik heb het NRC gevraagd, kan ik een stuk terugschrijven? En ik kon een ingezonde brief schrijven. 200 woorden. Toen zei ik, dat doe ik niet. Ik schrijf geen ingezonde brieven. Nee, want haar artikel was veel meer. Ja, en ik zei, dat doe ik niet. Ja, zeiden, want Rosanne Hertzberg had er iets tegen die. En er waren al brieven tegenin geschreven. Ik zei, ja, maar niet voldoende, vind ik. En toen heb ik het Parool gebeld. Die zeiden, ja, graag. En die had ik het stuk gestuurd. Toen hebben ze gezegd, we bewaarden het voor de Zaterdagkrant. Hadden het fantastisch opgemaakt. Ja. En ik heb me daar inderdaad, ik ben daar stevig tegenin gegaan, ja. Het mooie vond ik dat de zin dat je moeder altijd al zei, blijf met je handen af. Nee, blijf met je poten van onze Holocaust af. Ja, blijf met je poten van onze Holocaust af. Cynisch en ironisch natuurlijk. Ja, maar toch. Ja. En daar begin ik ook mee, blijf met je poten van onze Holocaust af, en dat meen ik ook. En ik heb dus gezegd, als ik jouw vergelijking doortrekt, mevrouw Roos Vonk, hoogleraar in Nijmegen, dan zijn dus de boerenkampbeulen, als je vergelijking doortrekt. Ja. Nou, dat vind ik een schandelijke vergelijking voor de tienduizenden goede boeren. Het zijn heus slechte boeren. En dan zijn mijn grootouders dus vetgemerste varkens. Maar mijn grootouders zijn niet vermoord uit commerciële overwegingen. Nee. Varkens worden uit commerciële overweging vetgemest. Kortom, onsmakelijk afblijven. En geen vergelijking aan de oorlog. En daar moet ik zeggen, ben ik ontzettend trots op en ook heel blij mee. De Universiteit van Nijmegen heeft dinsdag officieel, bij monden van de rector magnificus en de baas, van officieel afstand genomen van de standpunten van mevrouw Roos Vonk. Hij heeft gezegd dat ze dat ook niet meer mag doen. En mevrouw Roos Vonk zegt nu ook dat het fout en spijt, dat ze fout was en spijt had. Ja. Maar ik ben blij dat de Universiteit van Nijmegen haar heel, heel hard op de vingers heeft getikt. Want dit is voor een hoogleraar een gigantische klap, hoe kan ik je zeggen? Dat je zo ongelooflijk publiek te schande wordt gezet door je eigen universiteit. Ik denk dat het ook heel erg goed is dat jij, ik ben er heel blij mee, even duidelijk hebt gemaakt dat dit soort vergelijkingen op welk terrein dan uit ten boze. Uit ten boze zijn. Frits, ik wil je danken voor je komst. Zijn we er alweer? Studio. Oké. Volgende week dan ben ik hier weer, dat wil zeggen niet hier vanuit de televisiestudio, maar dan ben ik te gast in Huis ter Duin. Zij vieren dan namelijk hun 130-jarig bestaan. En daar praat ik dan met de Haarlemse ondernemer Kees van Buren, eigenaar van Cars Jeans. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website en u kunt ons de hele week volgen op Facebook, op Twitter, op Instagram en op YouTube. Allemaal social media. Graag tot volgende week. Dag!